Maar er is wel een hele makkelijke manier om goud te testen. Ik kan nergens een keurtje vinden. Ik zal proberen dit een beetje in beeld te brengen. Ik weet niet of het zichtbaar is, maar je ziet dus inderdaad de krassen op het steentje zitten. Goedendag kijkers en volgers op YouTube. Ik ben weer bij mijn goede vriend Wil. Ik heb recentelijk veel vragen gekregen van jullie over hoe toets je nou goud? Hoe weet je nou of een munt of wat dan ook echt goud is? Wat wij vanuit Goud en Muntpunt doen is als wij munten, gouden munten particulier inkopen, gaan ze door de XRF machine. Nou, dat is een machine van 25.000 euro, dat kan niet iedereen betalen. Maar er is wel een hele makkelijke manier om goud te testen. Namelijk zoals de juweliers het ook doen met toetswater en toetssteen. En nou belde ik Wil toevallig gisteravond op. Ik zei luister eens. Ik heb iemand die heeft een kettingje georven. Ik kan nergens een keurtje vinden. Ik heb wel een vermoeden. Maar kun jij dat toetsen? En ja, Wil, man van alles, die kan dat toetsen. Dus wij gaan het vandaag hebben over hoe je op een makkelijke manier kunt toetsen of iets echt goud is. En dan wil ik eigenlijk nu het woord geven aan Wil en ik ga luisteren. Ja, dankjewel Milan. Ja, wij toetsen met een heel eenvoudig middeltje. Een toetskistje met daarin verschillende soorten toetswater. Hier hebben we bijvoorbeeld toetswater voor 14 karaat of voor 18 karaat. Het voordeel van dit eenvoudige kistje is de eerste plaats de prijs. Je praat niet over enkele tienduizenden euro's, maar enkele tientallen euro's. Een even belangrijk voordeel is dat het heel mobiel is. Je kunt het overal mee naartoe nemen. Je kunt het altijd meenemen en die machine laat je thuis staan. En iedereen kan dit leren, toch? Dat is uiterst simpel. Als je goed oplet, kun je het direct zelf ook. Deze kistjes zijn overal te koop voor enkele tientallen euro's. En je kunt die zelf aanschaffen. Je kunt zelf steeds toetsen of iets het goede gehalte heeft. En dan zie ik je natuurlijk denken, bij sieraden zit toch een gehalteteken in. Een keurtje, hè? Een keurmerk. Nou, ja. Ik heb zitten zoeken, Wil, op de sluiting. En ik heb er zelfs de loep bij gepakt. Ik kon nergens een keurtje vinden. Nee, had ik net ook al gezien. Meestal heb je bij de sluiting een plat ringetje waarop het gehalte staat. En dat mis ik hier. Dus in de meeste gevallen kun je bij kettingen, armbanden en dergelijke dat lezen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk altijd de vraag, klopt dat? Ja. Zit daar dat goede ringetje in? Is het wel wat het zegt? Wat wij meestal doen is kijken met de loep. Wat zegt dat ringetje over het gehalte? Wat zegt het keurmerk? En vervolgens gaan we toetsen om te kijken of de uitkomst van onze toets overeenkomt met wat er in dat ringetje staat. Ja, nou zag ik op dit kleine ringetje, ja, meende ik wel iets te zien, maar het was zo klein en zo versleten dat ik het eigenlijk niet kon lezen. Ja. Dat zie je vaak bij sieraden, met name ringen. Ringen die lang gedragen zijn. Aan de binnenzijde van de ring staat het keur. En als een ring heel lang gedragen is, ja, dan slijt dat en dan is het gewoon niet meer of nauwelijks nog te lezen. Dus dan moet je toetsmiddelen gebruiken. En dat gaan we nu doen? Ja, dat gaan we zo doen. Wij hebben hier dus niet kunnen zien van welk gehalte deze ketting zou zijn. En of het überhaupt ook goud is, want dat is ook de vraag van ook die dat persoon. Ja. Is het wel echt goud en zo ja, welk karaat? Ik meende te zien dat het hangertje wat lichter van kleur is. Dus dan zou ik snel al veronderstellen dat die dan mogelijk 14 karaat zou kunnen zijn. Als het goud betreft natuurlijk. Nou, kleur zegt er niet alles over het gehalte. De kleur wordt mede bepaald door de legering. Wat is er bij het goud bijgemengd? Ja, dat weet ik. Maar over het algemeen valt het wel op dat 14 karaat meestal wat in mijn ogen dan wat lichter van kleur is. Kan, ja.
Wat wij dan doen, wij hebben een toetssteen, is eigenlijk een zuursteentje. Mm-hmm. En ik leg meestal een knoopje in een ketting. En dan ga ik met deze ketting over die toetssteen, stevig overheen. En ik weet niet of het op de camera te zien is. Je krijgt dus wat goud of wat metaal op die toetssteen. Ja, ik zie het. En in Nederland is het zo dat het vaak 14 karaat is. België, Italië heeft vaak 8 karaat. Duitsland heeft een veel lager goudgehalte. We gaan even vanuit dat het Nederlands goud is. 14 karaat. Ik pak mijn toetswater van 14 karaat. Mm-hmm. Flesje maar even terug erin. En dan ga ik met vloeistof over dat metaal wat ik op dat steentje heb aangebracht. En als dan die strepen die ik heb aangebracht blijven staan, niet oplossen, niet verdwijnen, wil dat zeggen dat dat kettingje minstens 14 karaat is, want ik heb nu met 14 karaat toetswater getoetst. Dus hij is sowieso 14 karaat. Ja, en dan gaan we verder natuurlijk naar een hoger gehalte. Ik breng maar even een nieuwe streep aan. Mm-hmm. Om te kijken of het mogelijk 18 karaat goud kan zijn. Natuurlijk, we hebben stappen van 14 karaat, 18 karaat, 21,6 karaat. Het gebeurt zelden dat iets in de gehalte is tussen die stappen. Dus we gaan naar de volgende stap, 18 karaat. Ja. Ofwel 75% goud. Ik breng weer dat toetswater erop. En ook die lijkt te blijven staan. En ook dit blijft staan. Dus het is minimaal 18 karaat. Oké. Okay. We gaan verder. We gaan eens kijken, zou het 21,6 zijn? Dat zou hoogst zelden zijn. Sieraden zijn niet, sterker denk ik, als het gehalte goudgehalte niet te hoog is. Mm-hmm. En sieraden met 90% goud zie je zelden. Maar we gaan het testen. Ja. Ik vind het ook wel leuk om dan te zien wat er gebeurt. Je ziet dat het iets lichter wordt. Mm-hmm. Maar volledig verdwijnen de streepjes nog niet. Nee. Een valkuil kan zijn als iets heel zwaar verguld is. Mm-hmm. Dan moet je al zo hard krassen dat je door het verguldsel heen gaat en op het basismateriaal terechtkomt. Wat ik wel zie is dat de eerste twee streepjes heel duidelijk blijven staan en dit langzaam gaat vervagen. Ja, ik zie het of ook. Het loopt weg. Dus ik ga ervan uit, en het is ook heel erg logisch dat het geen 21,6 is. Maar 18. Maar 18 karaat goud. Ik zal proberen dit een beetje in beeld te brengen. Ik weet niet of het zichtbaar is, maar je ziet dus inderdaad de krassen op het steentje zitten. En bij het hoge gehalte zie je ze langzaam inderdaad vervagen. Ja, ja. Dan was dit kettingje, zat een hangertje aan vast. En dat zijn twee afzonderlijke delen. En je moet dus ook altijd de afzonderlijke delen apart toetsen. Want als één deel 18 karaat is, wil niet zeggen dat het andere deel ook 18 karaat is. Precies. Zo, deze hebben we dan getest. Dus hier ga ik weer hetzelfde mee doen. Ik ga er even vanuit dat ze allebei hetzelfde gehalte hebben. Dus ik begin nu met 18 karaat. 18. En wat wij samen zien, zien jullie op de camera misschien. Maar ik ga hem wel in beeld brengen. Ik ga hem gewoon heel dicht bij de lens houden. En dan is het mogelijk. Zie je? De krasjes die blijven zichtbaar. Zo, ik heb het zo laten zien. Dus wij ook zien. Wij mogen ervan uitgaan dat deze ketting en het hangertje 18 karaat goud bevat. Oké, nou daar zal de persoon in kwestie wel blij mee zijn, denk ik.
Ik heb hier ook nog een gouden tientje 1897. Zal ik hem even in beeld brengen voordat je verder vertelt? Oké. Dan loop ik weer even naar jullie toe daar. Zo, dat is de ene kant. Ik ga hem eventjes netjes. En dit is de andere kant. Ja. Alsjeblieft, Wil. En nu zullen jullie waarschijnlijk meteen gezien hebben, dit is geen echte, dit is een naslag. Niet iedereen ziet dat. Nee, het is in dit geval heel erg duidelijk. Deze heeft geen muntmeesterteken en geen muntteken, maar in plaats daarvan twee sterretjes. Ja, precies. Een dat veel voorkomende naslag, ja, ja. Hè? Een naslag kan het goede goud gehaald hebben. Gouden tientjes bestaan uit 90% goud, mm-hmm. 21,6 karaat. Het kan 18 karaat zijn, 14 karaat, maar het kan ook alleen maar een geel verflaagje zijn. Mm-hmm. En het is wel belangrijk om te weten, als je een naslag hebt, welk goudgehalte heeft het, want dat kun je dan gebruiken om te laten smelten. Precies. Dus we gaan hier ook... We gaan het muntje ook toetsen. Het is eigenlijk vloek in de kerk, want dat mag je eigenlijk met munten niet doen. Nee. Maar het is een naslag, dus het heeft totaal geen verzamelwaarde, dus we doen het lekker toch. Ja. Ik ga beginnen met 21,6 karaat, ofwel 90% goud. Want normaal zijn tientjes 90% goud, toch? Ja, ook naslagen zijn soms ook van 90% goud. Voordat ik dat doe, ga ik toch nog eventjes een weegschaaltje nemen. Oh ja, we gaan hem wegen. Ja, goud is namelijk een van de zwaarste metalen. En hij moet wegen 6,72. 6,72. Hoe dichter hij zit bij die 6,72... hoe dichter hij moet zitten bij 90% goud. 6,76. Deze week zelfs 6,76. Dat betekent dat hij waarschijnlijk... de kans groot is dat hij 90% goud bevat. En een gouden tientje mag tussen de 6,2 en 6,74 wegen. Ja. Dit alleen is al een bewijs dat het een naslag is. Natuurlijk zag je dat aan die sterretjes. Mm-hmm. Maar het feit dat hij echt te veel weegt... is al een teken aan de wand dat er iets niet klopt. Nee, precies. Als hij een paar honderdste minder weegt, kan dat als gevolg zijn van slijtage. Ja. Maar hij wordt nooit zwaarder. Nee. Ik ga beginnen met mijn toetswater van 21,6 karaat. En ik ga er mooi overheen. En wat wij al zien, is dat de streep perfect blijft staan. Ik ga het toch weer even in beeld brengen. Ja. Een beetje heen en weer bewegen, zoals je kunt zien. De streep blijft staan. Oké. Dat is een bewijs op zich dat dit gouden tientje weliswaar een naslag is, maar dat het goudgehalte exact gelijk is aan een gewoon gouden tientje. Mm-hmm. Het heeft geen verzamelwaarde, maar de goudwaarde is even groot. Oké. En is allemaal makkelijk te testen met zo'n testsetje van een paar tientjes. Heel simpel, een kind kan er was doen. Ik zal de dopjes even dichtdraaien. Ja, dat is wel... En dan laat ik het even aan jullie zien. Zo ziet het kistje met watertjes eruit. Nou ja, het toetssteentje heb ik net al uitgebreid in beeld. En wat zijn dit dan voor watertjes? Dat rode en dat zwarte flesje? Ja, dit is dat rode flesje is... om de toetssteen schoon te maken. Okay. Ik gebruik daar meestal een schuursponsje voor. Okay. En dit is een toetsflesje om te kijken of iets van zilver gemaakt is. Kijk. Je kunt niet zien wat het gehalte is. Maar als je met zilver ook een krasje maakt op zo'n toetssteen. En je gaat er met deze vloeistof overheen. Dan moet dat rood gaan kleuren, wil het zilver zijn. Het zegt niks over het gehalte. Kunnen we dat ook gaan doen? Ik denk het wel. Ik moet alleen zoeken om te kijken of ik iets van zilver heb. De baren die we daar hebben liggen zijn heel mooi. Zitten in een siel. Laten we mooi in een siel zitten. Die laten we in de siel zitten. Jij gaat even een muntje zoeken. En ik ga even naar het toilet. En dan komen we zo meteen terug. En dan gaan we jullie ook laten zien hoe je zilver kunt toetsen. Ja. We zijn er weer en we hebben een zilveren tientje Juliana.
een zilveren tientje herrijst. En die gaan we dus gebruiken voor de zilvertoetstest. Ja, we gaan weer over die toetssteen heen. Beetje krassen. Ja. Het streepje staat erop. We pakken het toetswater voor zilver. We gaan er overheen en dan is het misschien te zien dicht bij de camera. Ja, je ziet het meteen rood opkleuren. Wauw. Die streep die aanvankelijk wit was van het zilver, of grijs, die verandert in rood. En dat is een teken dat die munt van zilver was. We wisselen natuurlijk. Maar het is ook prettig om bij bijvoorbeeld zilverbestek te kijken. Is dat wel zilverbestek of niet? Ja. En dat zie je dus aan die verkleuring. En het reageert niet op verzilverd? Nou, als het verzilverd is en het laagje is heel erg dik en je gaat er heel oppervlakkig overheen, dan kun je voorstellen dat je alleen dat verzilverd laagje op die toetssteen brengt en dan zou je op het dwaalspoor. Ja, helemaal stevig krassen. Dus. Stevig krassen, ja. dat verzilverd laagje weg is, maar dat geldt ook bij vergulding. Je moet door dat vergultingslaagje heen krassen. Ja. Belangrijk is altijd dat je controleert. Wij hebben in het verleden al gezien dat bijvoorbeeld op een horloge stond 18 karaat goud, 750 stond erbij. Dat wil zeggen, gehaald is dan 750 uit 1000. Ja, ja. En 18 karaat is 18/24, ofwel 3/4, ofwel 750/1000, of 75%. Ja. Op de achterkant van het horloge op de kast stond mooi 750/1000, 18 karaat. Toen wij gingen toetsen, zat er evenveel goud in als in dit stukje papier. Helemaal niets. Oké. Okay. Dus vandaar. Merkjes, keurtjes worden dus ook vervalst. Worden vervalst. De ringetjes bij slotjes worden ooit vervangen als iets stuk gaat. Er moet natuurlijk wel het goed gehalte ringetje bij komen. Dus altijd controleren om te zorgen dat je geen kat in de zak koopt. Duidelijk. Ja. Een heel handig kistje. Je kunt het overal mee naartoe nemen. Het kost weinig. En als je dat hebt, eventjes oefenen met dingen waarvan je zeker weet wat het gehalte is. En kun je controleren, doe ik het goed, lukt het? En je kunt altijd zelf controleren wat je gekocht hebt of wat je in bezit hebt. Nou, duidelijk. Ja. Nou, ik denk dat we met z'n allen, en ik spreek sowieso ook voor mezelf, weer wat bijgeleerd hebben vandaag. Ik ga ook zeker zo'n setje aanschaffen, het is sowieso leuk om te hebben. En ik krijg ook wel eens, zoals nu dan ook weer, een sieraad binnen van iemand die graag wil weten wat het is. Maar zoals jullie, als jullie goed hebben kunnen opletten, kunnen jullie dit dus nu ook voortaan zelf. En ook met zilver kun je dus zien of er zilver in zit. Hoeveel is daar niet te zien, maar goed, de gehalten zijn te vinden op het internet. Je kan van iedere onafhankelijke munt, als je die op het internet opzoekt, staat er gewoon exact bij hoe zwaar de munt moet wegen. Hè? Dus we kunnen hem op een weegschaal leggen van oké, een zilveren tientje weegt 25 gram. Nou, dat is 72% zilver. Dus er zit, wat is het, 18 gram fijn zilver in. Nou ja, en als je hem dan gewoon puur op de weegschaal en je ziet 25 gram en je hebt hem getoetst met een zilver toets, dan weet je gewoon 100% zeker, deze zilveren munt bevat echt zilver. Ja, belangrijker is het nog bij sieraden. Kijk, munten is vaak wel duidelijk. Hoewel je hebt de bekende 3 guldens 1823 Brussel. Je ziet ze vaak voorbij komen op marktplaats. Vaak met in de beschrijving een opmerking. Ik heb het van oma, ik weet niet of hij echt is. Nou ja, neem van mij aan, ze weten wel degelijk dat hij niet echt is. En die komt niet van oma. En dan wordt zo'n munt aangeboden. Die komt van Alibaba, toch? Kan, maar je hebt ook vaak al oudere naslagen of vervalsingen. Als je echt is, denk maar aan 10.000-20.000 euro, afhankelijk van de kwaliteit. En dat zijn munten waar geen spat zilver in zit. Het is voor de kenner met zijn ogen dicht te zien. Voor de leek is het ooit wat moeilijker. Als je dan zo'n toetssteentje hebt en je gaat er even overheen, zie je meteen, hé, dat is geen zilver, dus geen echte munt.
Dus geen 10, 20.000 euro, maar misschien 1,50 euro. Ja, nou ja, we kunnen in ieder geval jullie behoeden van miskopen. Tot op zekere hoogte natuurlijk, want het blijft toch altijd, wees zelf ook op je hoede. Vaak als er iets aangeboden wordt wat te mooi blijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Ja. Er zijn ook heel veel, en ik krijg daar van meerdere mensen, krijg daar klachten niet, want ik lever dat niet, maar ik krijg daar wel opmerkingen over van dat ze goudbaatjes in Siel hebben gekocht. Bijna niet van echt te onderscheiden en toch vals. Dus ik wil nogmaals waarschuwen, koop nooit zomaar via Marktplaats. Koop bij erkende handelaren. Dat hoeft niet per se bij mij te zijn. Dat hoeft niet per se bij mijn vriend Wil te zijn. Maar koop bij erkende handelaren waarvan je 100% zeker weet. Die weten wat ze doen. Die verstaan hun vak. En die zorgen dat wat ik koop, dat dat ook echt is. Ja, aanbieders op Marktplaats of elders. Het is natuurlijk niet alleen Marktplaats. Kunnen heel erg te goederen trouw zijn. Als je iets uit een erfenis krijgt en je hebt geen kennis van zaken, is het voor je heel moeilijk om te bepalen of iets wel echt is. Ja, het hoeven geen oplichters te zijn. Het kunnen ook gewoon mensen zijn die het niet weten, ja. Die denken dat het goud is. Hè? Zoals als ik bijvoorbeeld een leek ben en ik zou dit gouden tientje in mijn erfenis krijgen. Dan zou ik ook zomaar kunnen denken, nou, het ziet eruit als goud, het is niet geoxideerd. Dus ja, dan zou ik dat gewoon zomaar kunnen geloven dat het een echt gouden tientje is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kwaadwillende mensen op deze wereld, helaas. Goed, ik denk dat wij een leuk lesje hebben gegeven, althans jij dan. Ja, ja. Een toetskistje kan je voor valkuilen behoeden. Ja, precies. Ja, precies. Een heel goed middeltje om miskopen te voorkomen. Nou, ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken voor jouw tijd en jouw uitleg. Ja. En dan wil ik aan de kijkers zeggen, dit was dan weer het filmpje van deze week. Uiteraard weer hartelijk bedankt voor het kijken. Volg ons, like ons en dan zou ik willen zeggen, tot de volgende keer. Ja.